journalistiek. Over een kwartiertje die mijn klacht tegen Bart Middelburg, Koud Bloed en uitgeverij Nieuw Amsterdam. Zoals je weet is uitgeverij Nieuw Amsterdam tegenwoordig het verzamelpunt van naar mijn mening corrupte journalisten zoals Hendrik Kort-Jan, John van de Heuvel, Peter R. de Vries en Bart Middelburg. Een van deze corrupte journalisten, Bart Middelburg van het Parool notabene, heeft gemeend een artikeltje over mij te moeten schrijven waar eigenlijk in drie zinnen, mag ik wel anders zeggen, de meest grove en levensbedreigende drie zinnen die ooit iemand over mij geschreven heeft in de afgelopen 15 jaar. En neem nou voor mij aan dat er heel veel liederlijke onzin de afgelopen 15 jaar over mij geschreven is, maar meneer Bart Middelburg spant echt de kroon. Ik zal het even heel kort zeggen voor degenen die het nog niet weten. Hij stelt in het onbenullige artikeltje wat overigens gaat over een verhaal van ongeveer 25 jaar geleden. En het enige wat waar is, wat als het om mij gaat, is mijn naam, Steve Brown. Het overige wat waar is, heb je gewoon regelrecht uit mijn boek Drugsbaron en Spijkerbroek gestolen. Maar goed, ik kom terug op de kern van mijn klacht. Bart Middelburg stelt in drie zinnen dat ik de baas der bazen, Jotse Jotsik, die ongeveer het geweldmonopolie in heel Nederland heeft, verraden heb. Dat is één. En twee, stelt hij dat ik in de zaak Hoogland 2 jaar zeg maar, als beschermende kroongetuige op kosten van justitie in Amerika heb gezeten. Beide zijn volslagen gelogen en berusten in geen enkel opzicht op waarheid. En het ergste van mij is, en trouwens ook eigenlijk onbegrijpelijk, is dat Bart Middelburg als geen ander weet dat het ook niet waar is. Hij heeft er notabene zelf een boek over geschreven, dat heet Underworld PR. En daarin is hij volledig door al mijn dossiers heen gegaan met toestemming van mij. Dus hij kent alle officiële stukken. Dat wat hij er nu even schrijft in het flutblaadje Koud Bloed, volslagen gelogen is. Nou, ik heb dan dus zoals het hoort naar behoren een klacht ingediend bij de Raad van Journalistiek hier. Het orgaan van deze heren, die zich journalist noemen. En het is voor Bart Middelburg met het Parool achter zich en de redactie Koud Bloed en notabene de swingende zogenaamde topuitgeverij Nieuw Amsterdam, waar al dat rattenzootje zit, zou het toch een hele kleine moeite zijn om wat ze over mij schrijven aan te tonen dat het waar is. Nou ja, je voelt het natuurlijk alweer aan uit het rattenzootje van Koud Bloed. De heren en dames hebben te kennen gegeven niet te verschijnen. Ze komen gewoon niet opdagen. Dus het is voor hun de gewoonste zaak van de wereld om een moordje op mij uit te lokken met de pen. En dan vervolgens geven ze niet thuis. Maar ja, ze noemen zich net de journalisten en ik ben de crimineel. En dat is denk ik weer de kern van het verhaal. Dus ik ga zo naar binnen, naar de zitting hier. En we zullen zien hoe het gaat. De zitting zit er weer op. Het zoals gewoonlijk een beetje gemuggeshift over of er misschien toch wel ergens een klein kern van waarheidje in zat van een onbenullig artikeltje over de panden van 300 ruggen. Nou ja, daar hebben we even over gehakketakt en toen meende de voorzitter dat hij zijn taak was om te kijken naar de twee kanten van de medaille. Nou, daar was ik het dus valikant mee oneens. Ik ben namelijk van mening dat een voorzitter van een raad, zeker van een raad van journalistiek, de taak heeft niet te zoeken naar de kant van twee medailles, want er is er altijd één niet waar, maar het gewoon zijn plicht is om te zoeken naar de waarheid en de feiten ter zaak. En ja, dan krijg ik toch altijd een beetje het ouderwetse kriebelige gevoel. Want dan word ik toch een beetje, ja, dan denk ik, wat is hier nou weer aan de hand? Dan komen het stelletje lafaards komen niet opdagen. En dan krijgen ze een eerste klas jurist, notabene een voormalig raadsheer, die hun zaak gaat zitten behartigen. Terwijl het hier gaat om een partij, Koud Bloed, Nieuw Amsterdam, dat heb ik ook gezegd tegen de raad, Bart Middelburg, een verschrikkelijk professionele partij met 30 jaar ervaring op het gebied van journalistiek met een gigantisch archief en een redactie. Dus het moet voor hun toch een heel klein kunstje zijn om even aan te tonen wat ze daar stellen, dat ik Jotsen verraden heb, dat ik een kroongetuige geweest ben op kosten van justitie, dat dat gewoon waar is. Nee, dat kunnen ze niet. En dan wordt het hier toch een beetje moeilijk gedaan, dat is natuurlijk voor hun ook een beetje een schok. Dat zogenaamde nette mensen zich zo te buiten gaan aan liederlijke levensgevaarlijke leugens. Maar ja, je weet het nooit met de raad, dus we wachten het maar af.